ربنا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Voordat ik begin, twee dingen, een mededeling. Volgende week en ook de week daarna is er geen lezing. Zijn er geen lezingen. Dus zeg maar twee. Microfoon. Oké, zeg lach. Dus misschien hebben de zusters de inleiding gemist. Maar ik geef nu twee mededelingen, of één mededeling, en dat is dat er volgende week en ook de week daarna geen lezingen zijn. Daarna zijn er inshallah ta'ala weer lezingen. En de tweede zaak, dat gaat over een vraag die vorige week is aan mij gesteld. En dat ging over de tijden waarop het verboden is om vrijwillig gebeden te verrichten. Kun je nog wel herinneren, denk ik. Of niet? Alhamdulillah. Wat ik daarin heb gezegd, dat klopt wel. Over de tijden. Wat ik heb gezegd. Als de zon opkomt. En als de zon midden in de hemel staat. En ook als de zon ondergaat. Op die tijden mag je niet een vrijwillig gebed verrichten. Dat is verboden. Maar daar is wel een misverstand, denk ik, gesloopt in de verduidelijking. Omdat degene die de vraag heeft gesteld, eigenlijk een beetje de verkeerde vraag heeft gesteld. Nu wil ik degene niet de schuld geven. Maar de vraag was als volgt van, wat is de zawal tijd, zo ongeveer, waarop het verboden is om vrijwillig gebeden te verrichten. En daarom ben ik ook meegegaan met die term zawal. Maar dat klopt dus niet. Want zawal, dat is het moment dat de zon naar het westen begint te bewegen. De zon beweegt altijd. Maar dan zeggen we wel, eerst staat hij in het midden. En vervolgens gaat hij naar het westen bewegen. En dat is begintijd van Dhuhr. En dat is dus zawal. Maar daarvoor, daar is een periode van ongeveer 10 à 15 minuten. Dat is eigenlijk het moment waarop de zon midden in de hemel staat. En dat heet in het Arabisch qa'imul dhahira. En niet zawal. Dus dat wil ik hierbij corrigeren. Degenen die dat hebben vorige week hebben opgenomen, ja, moeten het gewoon corrigeren en verwijderen. We beginnen met Sorh. Kitab Usul Sunnah al-Imam Ahmed. Ja, ongeveer een kwartiertje voor Shuruq. Kijk, als de zon begint ongeveer, ja, nou, ik kan zeggen 10 minuten, 5 minuten, maar ook daarna, na Shuruq, zo'n kwartiertje na Shuruq, mag je niet bidden. En voor het Dhuhr, zo ongeveer een kwartiertje voor Dhuhr, dat mag ook niet. En als de zon ondergaat, dan is sprake van dat geelachtig, vooral in landen waar de zon altijd helder schijnt, dan zie je het geelachtig
En dat die tijd, op die tijden is het verboden om gewoon vrijwillig gebeden te verrichten. Of om op die tijd, zeg maar, iemand te begraven. Dat is wat ook staat, wat in Sahih Muslim staat. Nou, maar we gaan er niet verder op in, inshallah, als jullie het niet erg vinden. Anders komen we tijd te kort. En vorige week hebben we behandeld, voor in ieder geval volgens mij, punt 9. En dat was, als het gaat om de sunnah, Imam Ahmed heeft gezegd, وَلَيْسَ فِي السُنَّةِ قِيَاس. Dat punt hebben we behandeld. En in de sunnah is er geen vergelijking. Als de sunnah tot jou komt, middels een betrouwbaar weg, het is sahih of hasan, en het is niet vervangen, niet mensoeg, dan is zaak van overgave. Dat je overgeeft. En niet dat je begint met vergelijkingen te geven, of voorbeelden, of maar, en als, enzovoort. Nee, het is een kwestie van overgave. De volgende punt, dat is وَلَا تُضْرَبُ لَهَا الْأَمْثَال. Dezelfde betekenis als de vorige punt. الْأَمْثَال, dat is een sunnah wordt geen amthal gegeven. En amthal, dat is meervoud van al-mathal 1. En dat betekent voorbeeld, betekent ook vergelijking. Het is ongeveer hetzelfde voorbeeld. Dus wanneer een bepaalde sunnah, een uitspraak van Rasulullah, of een daad die niet specifiek voor hem is, of een bevestiging, wanneer die via betrouwbare bronnen tot stand is gekomen, dan moeten we die volgen. Dus volg die dan. En ga er niet met je reden over filosoferen. Maar neemt die en volgt die. En zoals Sheikh Rabia, hafidhahullah ta'ala, hierover heeft gezegd. Hij zei, als er een overlevering, een nas, een overlevering tot jou komt, hè, dan moet je je overgeven. Allah Ta'ala zegt, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. De betekenis van het vers is als volgt: فَلَا وَرَبِّكَ betekent bij jou hier لا يؤمنون. Zij zullen niet een compleet geloof hebben, niet volledig geloven, voordat ze jou als rechter nemen. Als zij over iets van mening verschillen, als zij over iets twisten. Vervolgens zegt Allah Ta'ala, en vervolgens vinden zij geen enkel twijfel in hun nefs. Geen enkel twijfel in hun nefs over datgene wat je hebt geoordeeld. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. En zij geven zich totaal over. Dat is de islam. Hij zegt, als إِذَا سَاقَ لَكَ إِنسَانٌ النَّصَ الثَّابِتِ الصَّحِيحُ الْحَسَنُ لَا تَقُلْ وَاللَّهِ وَاللَّهِ يَعْنِي وَتَضْرِبْ الْأَمْثَالِ. Hij zegt, als iemand tegen jou zegt, Rasul sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd in hadith sahih of hasan, en dat zijn dus authentiek
overleveringen, ja, dan moet je niet daarop gaan zitten of staan of wat je het ook mag noemen met je reden. En vervolgens begin je te zeggen, ja maar, wallahi, maar als dat als zoon of als zus, nee, dan moet je gewoon het aanvaarden. En of je het nou begrijpt of niet, als je het begrijpt, alhamdulillah, loof Allah ta'ala, prijs Allah ta'ala. Als je het niet begrijpt, dan moet je goed realiseren dat het probleem bij jou ligt. Dat het komt door gebrek en kennis bij jou. En niet, het probleem ligt dus niet in de sunnah. En we vinden dat bijvoorbeeld Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu arda, hij heeft een uitspraak overgeleverd van al Rasul sallallahu alayhi wa sallam, waarin hij zegt, al-wudu'u mimma massat an-nar. Al-wudu'u mimma massat an-nar. Waar het hier om gaat is natuurlijk, dat was in het begin, hè. Dat was in het begin. Dat deze hadith is vervangen. Maar dat was wel in het begin. Maar wat om gaat is de reactie van Abi Huraira op een man die deze hadith eigenlijk die ging filosoferen over deze uitspraak van Rasul Hassan. Al-wudu'u mimma massat an-nar betekent datgene wat op vuur, hè, datgene wat tussen voedsel hè, of wat in ieder geval op vuur is gekookt, hè? Als je dat nuttigt, dan moet je wudu verrichten. En dat was wel in het begin zo. Maar hoe dan ook, Abu Huraira leverde deze hadith over. Faqala ahad al-sahaba. Een ander zei, ala amartahum an yatawadda'u min al-hamim. Hij zei van, waarom geef je hen niet de opdracht om wudu te verrichten als zij warm water hebben gebruikt? En wat zie je hier? Deze man die hij wil eigenlijk, hij heeft de hadith niet goed kunnen omvatten. En vandaar ook deze reactie. Maar wat nu omgaat, bewijs voor ons, is de reactie van Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu arda. Wat zegt hij? Hij zegt, ibn Akhi, ida haddathuka an Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi hadithin, fala tadribu lahu al-amtha. Hij zegt, luister. En letterlijk vertaald, de zoon van mijn broer. Dat is letterlijk vertaald, dat is hij niet. Maar zo, dat is een Arabische stijl. Dat is gewoon fatsoen. Hij zegt, als ik jou vertel over een overlevering van Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dan moet je daar geen vergelijking aan gaan geven. Dat is het bewijs voor ons. Dan moet je geen vergelijkingen gaan geven. Hadith is sahih of hasan, betekent authentiek, is niet mensoog, niet vervangen. En dus wat doen we ermee? Overgeven. Alles doen wat tot je vermogen is om die hadith te volgen. Heb je alles gedaan wat je kan om hadith te volgen? Lukt jou niet? Dan heb je gedaan wat je kan doen. En volg je neiging, volg je begeerte, handel je anders dan de hadith, ja, dan vraag Allah ta'ala om je te leiden. Vraag Allah ta'ala om je te vergeven, maar ga er niet omheen draaien. Ga geen excuses verzinnen voor je verkeerde handeling.
En deze hadith vinden wij in Sunan Ibn Majah, in zijn muqaddima, zijn inleiding. En ook in Sunan al-Tirmidhi, Kitab al-Tahara. En dat is een fundament. Barakallahu fikum. Dat is een fundament. Dus dat is een grondbeginsel. Van als je het hadith hoort die authentiek is, ja, dan moet je geen vergelijken en hadith gaan geven. Of moet je niet omheen gaan draaien en allerlei excuses gaan zoeken. En Abu Muawiyah was bij de khalif Harun al-Rashid. En hij noemde hadith Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu, waarin staat dat Rasul sallallahu alayhi wa sallam zegt over Musa alayhi salam de debat of discussie die plaatsvond tussen Musa alayhi salam en Adam. En hadith is betrouwbaar, is authentiek, is overgeleverd, betrouwbaar bronnen, is authentiek. Waarin Musa alayhi salam Adam alayhi salam verweet dat hij de oorzaak was dat wij niet in het paradijs zijn. Waarom? Omdat hij van de boom, van de verboden boom, heeft gegeten. Dat is bekend, het verhaal is bekend. Toen zei Isa ibn Ja'far, een van de aanwezigen, hij zei: hoe kan dat? Hij zei: hoe kan dat? Tussen Adam en Musa is een lange periode. Tussen Adam en Musa zijn er natuurlijk duizenden jaren. En deze man zegt: hoe kan dat nou? Hoe kan het zijn dat Musa Adam verweet? Toen zei Harun al-Rashid, volgens mij, weet jullie wie Harun al-Rashid is? Nee? Harun al-Rashid is een van de islamitische leiders. Tijdens de periode, de dynastie van de Abbasiden. Al-Abbasiyun, Abbasiden in het Nederlands. Hij was een emir, een leider. Toen zei Harun al-Rashid, rahimahullah ta'ala, en trouwens over Harun al-Rashid zijn er zoveel leugens geschreven en verspreid. Die man, als je zijn leven leest in betrouwbare bronnen, nou dan wat lees je? Dat het hier gaat om een vrome man. Om een vrome, dappere man. Die om de twee jaar een bedevaart verricht. Om de twee jaar. En in het jaar dat hij geen bedevaart verricht, was hij bezig met nodig strijd voeren. Maar als je sommige geschiedenisboeken leest, dan wordt deze man voorgesteld als een levensgenieter. In zijn paleis, er waren altijd muziek, alcohol, danserassen. En dat zijn natuurlijk allemaal puur leugens. Jammer genoeg, de meeste moslims kennen alleen maar dat beeld van deze man. Nou, Harun al-Rashid, toen die man zei van: hoe kan dat nou? Tussen Musa en Adam is zo'n lange periode. Toen reageerde Harun al-Rashid, rahimahullah ta'ala, hij zei: hij vertelt jou een hadith van Rasul sallallahu alayhi wa sallam
En jij spreekt hem tegen met hoe dat kan. Zie je? Met andere woorden, hoe kun je zoiets doen? Hij zegt dat de Rasool sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd. En hij is dus, zoals we weten, as-sadiq al-masduq. Hij is de as-sadiq al-masduq. De oprechte. Diegene die nooit gelogen heeft. Zelfs, door, dat weten we zelfs, van getuigenverklaringen van een van zijn ergste vijanden. En dat is Abu Jahl. Ik weet niet of jullie Abu Jahl kennen. Kennen jullie Abu Jahl? Hoe was zijn naam daarvoor? Abu? Ik bedoel, hoe was zijn kunya? Was Abu al-Hakam. Wat betekent Abu al-Hakam letterlijk vertaald? Nee, de man van de wijsheid. Zo, de man van de wijsheid. En Rasul sallallahu alaihi wasallam heeft zijn naam vervangen in Abu Jahl. Hij zei, dat is niet een wijze man. Dat is een werkelijk een onwetende man. Abu Jahl. Tijdens de veldslag van Badr zei een van zijn neven tegen Abu Jahl, hij zei, mijn oom, heeft een rasool, hij zei, ligt Mohammed. Zo, hij zei, ligt Mohammed. En het antwoord van Abu Jahl was, nee, mijn neef, Mohammed heeft nooit gelogen. Hij zei, waarom moeten we hem dan bestrijden? Hij zei, luister mijn neef. Hij zei, wij wedijverden met Bani Hisham. En dat waren stammen. Dat heb je nou natuurlijk ook. Stammen, provincies, gewesten, landen die met elkaar wedijveren. Dat heb je natuurlijk nog steeds. Hij zei, luister mijn neef, hij zei, wij wedijverden met Bani Hashim. En waar ging het om? Het ging natuurlijk om wie krijgt de sleutels van de Kaaba, wie geeft en de bedevaarts met het water van Zemzem te drinken. Wie maakt voor hen een bepaald gerecht, dat heet Rifada, wie maakt het voor hen? Want dat waren diegenen die dat deden, dat waren de vooraanstaande. Dat waren de adel. De adel. Hij zei, toen wij gelijk stonden met hen, toen zeiden zij, uit ons is een rasool opgestaan. Hij zei, wanneer zullen we hen met hen gelijk staan? Nooit. Hij zei, daarom bestrijden we hen. Nou, waar het nu om gaat, het bewijs hier, shahid, zoals in het Arabisch heet, dat zijn de woorden van Abu Jahl. Mohammed heeft nooit gelogen. Dus als je een hadith hoort van as-sadiq al-masduq, en die hadith is sahih of hasan, dus, hij is dus authentiek, ja, dan moet je niet gaan twijfelen. Als je het niet begrijpt, vraag aan mensen met kennis die het voor jou zullen verduidelijken. Imam Abu Uthman al-Sabuni, een van de grote geleerden, Salafi geleerden, zei over de, niet dat iemand tegen jullie zegt, ja, hij zegt Salafi geleerde, maar in die tijd was toch een Salafi bekend. Misschien dat sommigen van jullie dat denken. Nou, Salafiya is niet iets nieuws. Salafiya is niet iets nieuws. Salafiya betekent gewoon volgen van de Koran en de Sunna
met het begrip van de vrome voorgangers. Dus altijd is een manhaj, methode, een weg. En niet een bepaalde secte of zoals heel velen willen doen voorkomen. Nou, imam Abu Uthman al-Sabuni, rahimahullah ta'ala, zei over deze handeling van Harun al-Rashid, rahimahullah, hij zei, zo moet men omgaan met ahadith van Rasul sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Met respect en ontzag, zoals Harun al-Rashid. En men moet die met acceptatie ontvangen, overgave, dus met acceptatie en overgave ontvangen en geloven erin. En men moet degene die een andere houding heeft ten opzichte van de overleveringen van Rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, die authentiek zijn en die de hadith, dus overleveringen, weer spreekt met hoe kan dat, en de hadith niet met acceptatie ontvangt, sterk afkeuren. Dat is de juiste houding. Als je iemand tegenover hebt en je zegt, Rasul sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd in Sahih al-Bukhari, en jumt al-Hadith in Sahih al-Bukhari, en vervolgens zegt hij, hoe kan dat? Dan moet je dat afkeuren, dan moet je meteen reageren en ook zeggen van, zo ga je niet om met al-Hadith, met uitspraken, met overleveringen van Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Want hij is al-Sadiq al-Mazduq. Hij spreekt alleen de waarheid. Hij is degene die gezegd heeft, toen Quraysh zeiden tegen Sahaba, ze zeiden tegen hen van, deze mensen zijn gek. Ze schrijven alles wat deze man zegt. Toen zei hij zei, uktub. Hij zei, ik zweer bij Allah ta'ala, uit mijn mond is niets dan de waarheid gekomen. Want hij is ook uitgekozen voor deze opdracht. En zo staat hij ook in de vorige boeken. Dat hij niet uit zichzelf spreekt, maar dat hij alleen maar woorden die Allah ta'ala in zijn mond legt, zegt. Dat is wat hij zegt. En daarom heeft hij ook alles overgeleverd. En daarom heeft hij zaken overgeleverd die voor heel veel moslims, laat staan niet moslims, verbazingwekkend zijn. Waardoor zij met hun verstanden, de dingen die hun verstand te boven gaan. Waardoor zij, zoals wij weten, geneigd zijn, of dat hebben ze zelfs gedaan, om verzen te verdraaien. Bijvoorbeeld verzen waar de eigenschappen van Allah ta'ala zijn vermeld. Dat gaat boven hun verstand. En wat doen ze daarmee? Verdraaien. En dat is Rasul sallallahu alayhi wa sallam. As-Sadiq al-Masduq. Hij heeft alleen de waarheid gesproken. En toen Allah ta'ala hem de opdracht gaf aan Quraysh om hem te bestrijden. En je moet bestrijden niet alleen maar begrijpen met zwaard of zo. Gewoon met het woord. Toen zei hij ook, in een van de overleveringen zei hij, dan zullen ze mijn hoofd breken. Dan zullen ze mijn hoofd breken. Allah ta'ala zei, ik heb jou gezonden om jou te beproeven en om door jou te beproeven. Twee dingen. Om jou te beproeven. En tweede is, om door jou anderen te beproeven. Nou.
En hij zei ook: وَلَا تُدْرَكُ بِالْعُقُولِ وَلَا الْأَهْوَاءِ إِنَّمَا هُوَ الْإِتِّبَاعِ وَتَرْكُ الْهَوَى. Dus een sunna begrijp je niet met begeerte of met reden. Ja, de bedoeling is natuurlijk dat ding, de sunna, de zaak van de sunna is overgave, is volgen. En niet een kwestie van reden. De reden is een middel om de sunna te begrijpen. Maar niet, de reden is niet een rechter over de sunna. Duidelijk? Vervolgens zei hij: wa min as-sunnati al-lazima allati man taraka minha khasla lam yaqbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha al-iman bil qadari khayrihi wa sharrihi. Wat betekent deze woorden van Imam Ahmed? Hij zei en tot de essentieel as-sunna. As-sunna hier, wat betekent het woord sunna ook alweer hier? Het dien, de aqida, het geloof. Dat is wat het betekent. En hij zei en tot de essentiële sunna, die wanneer men een onderdeel daarvan laat, niet accepteert en niet in geloof, niet tot haar leden behoort, dat betekent tot deze aqida, tot deze geloofsleer, wat hij nu gaat noemen, dingen die erbij horen. Maar als je daar niet in gelooft, als je dat niet accepteert, als je dat niet met open armen ontvangt, dan behoor je niet tot Ahle Sunna. Het geloof in Al-Qadar. Khairihi wa sharrihi. Zowel het goede daarvan als het slechte. En Al-Qadar, dat is in het Nederlands, het woord voor qadar is voor beschikking. Dat is een qadar. Met een moeilijk Latijns woord noemen ze predestinatie. Dat is eigenlijk ook Frans woord predestination. Predestinatie, dat is dus een Latijns woord. En dat staat voor beschikking. Maar als je gaat kijken hoe ze dat definiëren, dan geeft het niet de juiste betekenis van Al-Qadar. Daarvoor moet je toch teruggaan naar de verduidelijking van Al-Rasul sallam, Al-Qadar, en ook de verduidelijking van zijn vrienden en de geleerden daarna. Goed, we laten het hierbij.